die meisjesmuurbloem gekust? Nee. Zij kuste mij. Oh, dat ben je niet, hè? Wat? Je hebt niet goed opgelet. En je hebt een crimineel laten ontsnappen omdat het toevallig een mooi meisje was. Maar wel een heel erg mooi meisje. Zo, de handboeien zijn los. Ray, het spijt me. Ik heb echt geprobeerd die muurbloemen te vangen. Oké. Hadden we maar wat meer informatie. Zoals waar hun schuilplaats is of wanneer ze weer willen toeslaan. Heeft dat meisje iets gezegd waardoor we ze zouden kunnen vinden? Of alleen haar? Ik zal morgen op je wachten. Om middernacht. Recht onder het bord van Swellview. Kom alleen. Nee, ze zei helemaal niks. Echt niet? Want het leek alsof je ergens aan moest denken. Ja, waar stond je aan te denken? Hey, ik weet niet eens hoe je heet. Je mag 3 keer raden. Hier is een hint. Veronica. Dat is een hele duidelijke hint, Veronica. Waar is dit voor? We beginnen met het grote Swellview-bord. Wacht, nee, ben je gek geworden? Ga je nu echt doen als een Herbert? Ik ben helemaal geen Herbert. Dit bord is eigendom van onze gemeente. En ik wil niet dat je er iets illegaals mee doet. Oh, dus omdat iets illegaal is, vind jij het meteen verkeerd? Ja. Ik ben een kunstenaar. De muurbloemen zijn kunstenaars. Hou je niet van kunstenaars? Tuurlijk wel. Maar waarom moet iedereen in Swellview gedwongen worden om naar jouw kunst te kijken? Waarom word ik gedwongen om naar gigantische billboards met advertenties te kijken waar ik niet om gevraagd heb? Zoals van advocaten en luiers. Misschien hebben sommige advocaten wel luiers nodig. Ik weet het niet. Misschien moeten we gewoon weer kussen. Een politiehelikopter? Heb je de politie gebeld? Nee, maar ik wel. Captain Man? Je zei dat je hier alleen was. Ik ook. Hoe heb je me gevonden? Ik ben je gevolgd. Toen heb ik me in die bosjes verstopt en ik heb gekeken hoe jullie kusten. Dat klinkt misschien vies, maar het is mijn werk. Captain Man, kijk, we zijn hier boven. Dat weet ik. Wij zitten in de helikopter. Dat weet ik. Oh. Je had hier niet moeten komen. En jij had niet moeten liegen tegen mij. We moeten de stad beschermen tegen tuig, zoals zij daar. Ik wil niet dat je haar tuig noemt. Tuig? Ze is geen tuig. En jij noemt er helemaal nergens heen. Oude man. Hoe durf je? Je weet dat mijn leeftijd gevoelig ligt. Tussen haakjes, ik ben pas 34. En nu gaat ze de gevangenis in. Kom hier. Blijf van me af. Laat haar met rust. Dat was niet oké. Kom op, we moeten gaan. Maar de helikopter heeft een zoeklicht. Hij zal ons volgen. Niet als ik een licht uitdoe. Ha! Witmoed! Misschien moet je richten. Hé, hey, het licht is uit. Heb ik jij dat? Zo. Hoe voelt het om stout te zijn? Dat voelt goed. Wauw. Man, dat was een heftige afdaling door de buis. Klaar voor activatie. Oké, jongens en meisjes.
Zeg maar voorgoed vaarwel tegen Henry zijn kleine zusje. En zeg hallo tegen onze concertkaartjes. 3, 2, 1. Wacht! Wacht op wat? Nou... Ik wil op de knop drukken. Ja. Wil je wel opschieten? Ik moet naar de wc heel nodig. Druk gewoon op de knop, oké? Hey! Wat als de concertkaartjes in haar broekzak zitten? Ja, als we Piper laten verdwijnen, verdwijnen haar kaartjes misschien ook. Daar had ik niet aan gedacht. Inderdaad, en daarom ga ik wel even naar haar toe. En als Henry de kaartjes gevonden heeft... kunnen we met z'n allen naar het concert van de Hawkins. Absoluut. Vooruit, Henry. Je hebt 30 minuten. Haal die kaartjes van je zusje. Of ze zal voor eeuwig verdwijnen. Goed. Ik ga even naar de kapper. Maar ik heb al 3 vrienden meegevraagd naar het concert. En ik geef de andere 4 aan arme kinderen. Wauw. Wat? Je bent zo lief. Oh, wat lief dat je zegt dat ik lief ben. Vind je het leuk als ik een taart voor je maak? Ja, dat zou ik eigenlijk wel. Captain Man? Oh, mijn hemel, wat een fantastische verrassing. Kop dicht. Oké. Hey, ik dacht dat jij naar de kapper zou gaan. Dat klopt. Maar toen bedacht ik me dat mijn haar al perfect is. Heb je de concertkaartjes al gekregen? Nee, nog niet. Ik ben er nog mee bezig. Nou, kleine meid. Dan heb jij een probleem. Ja, ik begrijp het. Doe maar wat je moet doen. Waarom nemen we niet een stukje taart? Je bent een watje, Kid Danger. Je bent toe aan een dubbele dosis vitamine vuist. Laten we erover praten. Meisje, wil je me even helpen, alsjeblieft? Ik wil wel, maar ik heb besloten om nooit geweld te gebruiken. Oh, echt, hè? Laat me gaan! Nee! Oké, jongens, ik moet er nu vandoor. Waar ga je naartoe? Naar mijn vrijwilligerswerk. Wat is er met jou aan de hand, Kit? Je gedraagt je raar sinds jij en Charlotte omlaag kwamen door die buizen. Waarom? Dat kan ik je niet zeggen. Jij zegt me nu wat er aan de hand is. Of ik druk mijn vingers zo in je gezicht. Oké. Ik ben niet Henry die je kent. Wat wil je zeggen? Ik kom uit een omgekeerd universum, net als Charlotte. En we willen gewoon terug naar huis. Dus wil alsjeblieft niet je vingers in mijn gezicht. Oké. Daar ben ik dol op. Wat? Een lekker kusje van mijn favoriete musje. Ja. Nou, het is al 6:30, dus ik ga de bank van Swellview overvallen. Oké, schatje. Overval ze maar eens goed. Oh, dat komt wel goed. Ik hou van jou. Ja, dat klopt. Dus... Charlotte. Ja, Henry? Wie vind jij eigenlijk de allerknapste man van Swellview? De allerknapste man van Swellview? Ja. Hey! Wat dacht je van je vader? Ja! Jouw vader is hot! Ja, nou, dat klopt. Ja, dat vind zo ik ook. Zou je dat kunnen zeggen? Wacht eens even, jongens. Ja, ja, wat is er, gast? Gewoon een kleine herinnering. Ik ben al meer dan 12 jaar lang de allerknapste man van Swellview, dus niet echt een wedstrijd. Nou, ja, maar je bent al best al oud. Ben ik oud? Ja, ik bedoel, hoe oud ben je? Over de 50? Gebruikte jij nou het V-woord? Hey, luister, ik zeg alleen... Ik ben 35, Henry. Dat weet je best.
Je hebt al best een beetje last van haaruitval. Wat zei jij nou tegen mij? Hey, waar is Gwen? Gwen is zich aan het klaarmaken voor een overval op een bank. Of misschien gaat ze geen bank overvallen. Misschien heeft ze een afspraakje met iemand anders. Ze gaat een bank overvallen. Of misschien heeft ze wel een afspraakje met iemand die bij de bank werkt. Dat slaat nergens op, dat kan helemaal niet. Oh, jawel. Geloof het nou, Ray. Gwen wil jou helemaal niet. Ze wil liever iemand die bij de bank werkt. En weet je waarom? Omdat hij veel knapper is dan jij. Onmogelijk! Ja. En hij is waarschijnlijk pas begin 30. Nu is het genoeg. Ja, en die jongen die kust echt zo goed. Oh, Gwen. Je kust als een prinsesje. Je lippen smaken naar appeltaart. Het is niet mijn schuld dat ze op jongere mannen valt. Oh, is dat zo'n grijze haar? Hier, is dit een grijze haar? Hier, blijf doorgaan. Hij moet nog bozer worden. Ja, daar ben ik mee bezig. Kom op. Is dit alles wat je kan? Is dit alles wat je kan? Dit is echt super cool om te zien. Ik ben blij dat je het naar je zin hebt. Doe maar. Ze maakt waarschijnlijk muffins voor heel veel verschillende kerels. Ze maakt alleen muffins voor mij! Henry, kom maar. Ga staan. Oh, nee. Ray, niet doen! Volgens mij is het gelukt. Moet je het zien. Ray! Hey! Kijk eens, Ray! Wij zijn het! Wij zijn het! Kijk! Ga zitten! Het is gebeurd. Ik was verliefd. Op een vrouw. Gwen. Ja. Zij gaf jou een liefdesmove in. Ja. En toen moest ik je heel erg boos maken, zodat je boosheid sterker zou zijn dan je betoverde muffin gevoelens van liefde. Dat klinkt logisch. Waarom heb je Swot in een emmer met haver gestopt? Omdat ik nou helemaal de baas ben hier. En hij had het steeds over blauwe chips en hoe lekker die zijn. Die zijn ook lekker. Veel lekkerder dan die vieze rode chips. Wat zeg jij daar, mannetje? Oh, kom op, jongens. Dit is zo dom. Dom? Hoe kun je dat nou weer zeggen? Luister, welk chip hier ook zou winnen, er verandert toch helemaal niets. Ik bedoel, weet je nog toen de smaak nacho cheese uitkwam voor chips en iedereen dacht dat die de wereld zou veranderen? Nou, dat gebeurde niet. Toen kwamen ze met zure room en uiensmaak. En niks veranderde. Toen augurkensmaak, toen groene salsa. Elke 4 jaar komen ze weer met een nieuwe spannende smaaksensatie. Maar kijk om je heen, mensen. Er is niets veranderd. Ja, denk daar maar eens over na. Een noodgeval. Het is de videotelefoon. Zet hem maar aan. We zijn niet in uniform. Ik ga onze camera toch niet aanzetten? Denk je dat ik hier vandaag voor het eerst werk? Nee. Help! Alsjeblieft! Captain Man! Captain Man! Dit is Captain Man. Wat is uw noodgeval? Nou, ik was aan het wandelen op berg Swellview en toen kwam er een lawine en toen viel ik. Er ligt een grote rotsblok op mijn been, ik kan niet bewegen. Er vallen meer stenen naar beneden. Help alsjeblieft, Captain Man! Kid Danger, help me! Oké, maak je geen zorgen. We komen er zo snel... Wacht, wat stopte je daar in je mond? Oh, dat is een blauwe frittle chip. Die zijn zo lekker. Oh, dus jij gaat dinsdag voor blauw? Ja, denk het. Goed, dan red je jezelf maar. Wat? Dus je gaat die man niet helpen omdat hij voor blauw heeft gekozen? Misschien ja. Oké, ook goed. Dan ga ik niemand meer helpen die voor rood kiest. Wow!
we besluiten om mensen niet meer te helpen omdat ze voor andere chips kiezen. Oh nee, want volgens mij heb ik dat net besloten. Red Manchester! Oeh, betrapt. Ons werk is het helpen en beschermen van alle burgers van Swellview. En dat betekent iedereen. Ongeacht welke kleur chips mensen nu eenmaal lekker vinden. Dus jullie moeten je niet bezighouden met snackjespolitiek. Ja, de baas of zo. Ja, maar hoeven niet naar jou te luisteren. Wat zijn jullie? Niks, nee, ik weet niet. Rij! Henry! Wat? Er is ingebroken in de frittelfabriek en de dieven hebben een hele lading met frittelchips. Welke kleur hebben ze meegenomen? Rood. Yes! Oké, moet ik het nog een keer met jullie erover hebben? Nee. Oké. Jij gaat op zoek naar die vrachtwagen, dan ga ik naar die man die is gevallen. Juist. We moeten besluiten voor welke frittelchips we dinsdag moeten kiezen. Dus, we willen dit weten. Wat weten? Voor welke smaak heb de Man and Kid Danger gaan kiezen? Wij gaan stemmen op de smaak die jullie willen. Ja. Blauw. Zeg het maar. Ja, kijk. Dus jullie moeten je niet bezighouden met snackjespolitiek. Nee, het spijt me jongens, maar Captain Man en ik houden ons niet bezig met de snackjespolitiek. Dus jullie zouden je eigen... Wat? Oh, ja. Kinders, lekker. Als jullie mij leuk vinden, Captain Man zegt kies voor de razend rode rabarber. Nee, jij zegt helemaal... Stem op blauw. Hou op, man. Nee, laat ze nog niet zeggen dat ze op blauw moeten stemmen. Nee, houd zelf jongens, maar op. Kies voor rood of kies helemaal stem niet. Stem op de blauw. Razend rode rabarber. Oké. Weet je wat? Het maakt helemaal niks uit wat Captain Man... Chillen, nee. Ja. C-H-I-L-L. Chill. Nee, ik ben een volwassen man en ik bepaal zelf wel welke snack ik... Oké. Hey, kijk, dat ik je net in het gezicht heb geraakt wil niet zeggen dat... Weet je nou? Hè? Oké. Ja? Jongens! Nee, die gast vraagt er zelf om, meneer Kuttelman. Hij vraagt er zelf om. Kom, nog een keer in je gezicht. Maak jij dan maar eens kennis met mijn frittelvriend. Aan de rechterkant zien we staan Broforce One. Dat zijn wij. Neem dat maar van ons aan. Dat is wat het is. Hallo allemaal. En aan de andere kant staan de Jumping Jaspers. Oké, beide teams. Ik wil een fijne, eerlijke wedstrijd. Geen gespuug, niet slaan met de bal, geen geneuspeuten. Voet! Verder!
en je had hem. Oh nee, gast, ze lag er al uit. Nee, dat lag ze niet. Dat meisje is nooit geraakt door een bal. Ik heb haar er niet uitgeroepen. Dus, je hebt verloren! Oké, dan wedden we. Ja, dan wedden we. Dan ben ik voor team Henry. En ik ben voor team Ray. Blijf hem af. Waar wedden we om? Waarom wedden? Als ik Piper een driftbui kan bezorgen, dan eten jij en Charlotte deze hele emmer vol met rauwe pompoeningewanden. Dus, als het niet lukt om haar een driftbui te bezorgen, dan moet jij aan Jasper. Die hele smerige emmer eten met rauwe pompoen ingewanden. Ja, en dat dragen wij in zwembroek. Wat? Ik zei net dat we een zwembroek aandoen als we die emmer... Hou je mond. Dat is de weddenschap. Zeker weten. Wauw, Captain Man. Wat kom jij hier doen? Terwijl je hier niks te zoeken hebt en je nu eigenlijk ergens anders moet zijn. Ja, wat kom je hier doen? Ja. Nou, jij bent toch de voorzitter van mijn fanclub, de Manfans. Dat klopt, ja. Of misschien toch niet. Wat bedoel je? Het spijt me, maar een voorzitter van de Manfans moet eigenlijk minimaal 1,40 meter lang zijn. Dat is zo. Ja, ik ben 1,40 meter. Ha! Oh, sorry, ik moest... hoesten. Ja, weet je wat? Wat ik eigenlijk wilde zeggen was... je kan geen voorzitter zijn van de Manfans als je 1,40 meter lang bent. En dat ben jij dus wel, dus... sorry. Wat? Dat is zo dom. Hey, ik heb het niet bedacht. Nou, wie dan wel? Een persoon. Dit is belachelijk! Piper, denk aan je balletje knijpen, Nee! Als voorzitter van de Manfans. Gewoon zoals het hoort. Ja, maar toen was je waarschijnlijk nog maar 1,38 meter, dus... Kijk, ik zal even in je balletje knippen. Nee! Iedereen blijft uit de buurt van mij en mijn balletje. Ik sta niet toe dat ik een driftbui krijg, want ik heb geleerd dat als ik wel een driftbui krijg, dat ik dan... Ruik ik nou kreeftenballetjes? Wie is deze man? Oeh, Piper's collier is van haar nek gevallen. Piper, kom op, hè. Er is geen reden om boos te worden of zo. Het is oké. Okay. Geen reden? Ik had een pony die zomaar van me is afgepakt. Ja, weet je nog hoe blij je werd van zijn nieuwe zwembroek? Ik ben van gedachten veranderd. Wacht. De kreeftenballetjes. Ik ben niet oké. Ik ben oké. Dat Henry liegt dat hij ziek is? Ik weet dat hij heeft gelogen. Ray Manchester, hoe kun je dat nou zeggen over Henry? Oh, oké, dus jij denkt dat het waar is? Inderdaad. Nou, ik denk dat hij loopt te liegen. Dus, we gaan op onderzoek uit. Wacht eens even. Schots. Doe me alsjeblieft geen pijn meer. Nee, ik heb een opdracht voor je. Ik wil dat jij jezelf gaat vermommen. Oké, verkleedpartijtje, leuk. Ja, en dan wil ik dat je langs gaat bij Henry's huis. Je hangt wat verborgen camera's op en microfoons. En dan kunnen we hem bespioneren. Oh, gaan we spieken bij Henry? Yep. Nou, wow. Is dat Henry's kamer? Yep. Maar hoe kunnen jullie nou videobeelden... Wacht! Zie je wel?
Zie je Henry? Hij is niet ziek. Hoe weet je dat nou? Kijk dan naar hem. Zie hem zitten in zijn bed. Met een grote soepkom vol chili. Dat is gewoon tomatensoep hoor. Jij staat veel te ver van het scherm. Kijk dan, hartstikke donker en dik met stukjes. Ik herken chili uit duizenden. Volgens mij is dat gewoon tomatensoep. Nee, nee, het is geen soep. Jeetje Jasper, als jij geen verschil ziet tussen tomatensoep en chili, dan mag je niet eens naar mijn schermen kijken. Oh Ray, je gedraagt je nu echt als een kind. En druk maar ik opnieuw. Zou nog eens iets vertellen. Henry is je hulpje en hij is een hele verantwoordelijke... Nice. Ja. Zo, terug naar Kid Faker. Ray, luister even. Henry en ik zijn echt al jarenlang beste vrienden. Oh, wat is nou je punt, jongen? Ik denk gewoon dat als hij zat te faken, hij het mij wel gezegd had. Ja. Gasten vertellen hun vrienden bijna alles. Hun gedachten. Hun geheimen. Dat is waar. Maar toen je mij vertelde van die keer dat je naar Martens Wijn gaat... Dat moet je dus niet zeggen, Schwartz. Jasper. Ik wil dat jij even je borst gaat scheren. Mijn borst? Waarom? Jij krijgt een paar draden. Draden? Ja, Schwartz gaat een geheime microfoon op je borst vastplakken. Wauw. Je gaat met Henry afspreken bij de Parkway Diner. En ik verstop me vlakbij. Oeh, en wat dan? Je gaat hem wat vragen stellen over zijn ziekte. En ik weet zeker dat hij dan toegeeft dat hij loopt te faken. Ray gelooft niet dat je ziek bent en heeft Schwartz gestuurd, vermomd als loodgieter, om camera's en microfoons in je huis te plaatsen. In mijn huis? Ja. En ze hebben je de hele dag al bespioneerd. Ze hebben alles gezien. Zelfs dat je tomatensoep hebt gegeten. Maar dat was mijn privémomentje met mijn lievelingssoep. En nu heeft Ray Jasper een microfoon gegeven voor zijn afspraak bij de Parkway Diner, waar hij hoopt dat je toegeeft dat je niet echt ziek bent. Wat, maar ik ben echt ziek. Wacht, draagt Jasper een microfoon? Ja, en Ray gaat stiekem staan luisteren naar wat je allemaal te zeggen hebt. Ah, oké. Nou, als Ray wil luisteren naar wat ik te zeggen heb tegen Jasper, dan zal ik zorgen voor iets heel goeds. Je weet toch dat ik me ziek heb gemeld op het werk? Ja. Nou. Ik was aan het faken. Oh. Ik wist het! Maar, waarom heb je dan gezegd dat je ziek was? Zweer je dat ik je kan vertrouwen? Natuurlijk. Een vriend verraad je toch niet, of wel? Nou, kom eens hier. Ik ben er klaar mee om Ray's hulpje te zijn. Maar waarom? Wil je geen misdaad meer bestrijden? Oh, jawel. Maar, gast, ik heb de man toch niet nodig? Nee, Ray is onze vriend. We kunnen hem toch niet... Oké, ik doe mee. Wat? Doe je mee? Och ja, meneer, wat jij maar wil. Ik doe mee. Oké, Henry. Hoe wist je dat Jasper een microfoon draagt? Nou ja, ik ben niet achterlijk. Ray, ik wist niet dat jij ook zou komen naar dit restaurant. Hou maar op, jongen. Dat je mij zat te bespioneren. Ja, nou dat had ik niet hoeven doen als jij niet had gelogen over je zogenaamde ziekte. Ik heb niet gelogen, gast. Ik was verkouden, hè? Een soort van griep. Oh ja, want iedereen die de griep heeft kan niet wachten om lekker een grote bord met chili te eten. Ja, dat zag ik. Dat was tomatensoep. Soep, oké. Natuurlijk was het tomatensoep. Waarom staan wij nog hier? Als morgen Maakje boven is om iets heerlijks te kopen. Omdat we sukkels zijn. Kom op, we gaan. Ik zei toch dat ik de lift net heb uitgezet. Ja, maar zet hem dan zo weer aan. Dat kan pas als het hele systeem is geüpdatet. Oké, jongens. We hebben bijna een kilometer voor de boeg hier. Het zijn precies 242 verdiepingen. Dit kunnen wij. Niet vergeten, je wordt niet moe als je niet stopt. Geen stop. Niet stoppen, geen gestoppen. Ik zie jullie boven. Ah! 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 Ah!
Dat ik dood ga. Ik ben de trein zeker zelfs. Oh, ik kan vergeven. Hoeveel verdiepingen hebben we nu gehad? 5. En hoeveel moeten we er nog? 237. Ik heb hem al 10 minuten niet gezien. Schwartz! 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 Oh, daar is hij, ik zie hem. Schwartz! Schwartz! Wat doe je hier? Kom. Wat wil je doen? Ik ben aan het sterven. Nee, gast, je gaat niet sterven. We gaan gewoon door. Kom op, we moeten door. We moeten door. Kom op, sta op. Sta op, kom op. Kom op, je kunt het. Daar ga je, Schwartz. Kijk aan hoe opa dit had gedaan, hè? Een beetje team spirit, we zijn dat team. Ja! Maak je dan niet zo ingewikkeld, Schwartz. We kunnen dit als we met z'n allen vergaan. Eén voor allen, voor één. Teamwork, jongens. We laten niemand achter. Systeemupdate voltooid. Hier, neem maar. Oh jee, de buis in de lift doet het weer. Wat? Echt waar? De buizen in de lift doen het weer? Ja, dus ik denk dat ik nu even naar... Oké, doei. Kom op, we gaan. We moeten naar boven voordat het afgelopen is. Dit laatste is een rotte vis. Ja. Ik ben er! Ik ben er! Jammer dan, kind! Kom op, dit kan niet waar zijn! Hey, hoort iemand daar? Hey, kom op! Kom op! Oh, ik kan echt die 240 verdiepingen terugrennen voordat Henry... Hey, wacht eens even. Ik ben onverwoestbaar. Yes! Yes! Ik ben er! Wat is dat Is dat? Oh mijn god, is dat... Ray? Yes! Wat? Yes! Ik ben oké. Ben je gewoon van boven naar beneden? Geen tijd om te praten. Ik ga hem over. Doe Ray! Ray! Dus? De deur boven zit dicht. Kom dicht. Oké. En we zijn klaar. Ja! Yes! En het is een rap. Wat? Is het afgelopen? Ja, dat was het. Maar hoe kan dat? Er zijn nog ergens restjes. Nee, het was zo lekker. Hallo allemaal. Misschien heb je nu wel door dat ik niet onder de douche sta. Het valt je misschien ook op dat ik niet zing. En dat er geen muziek speelt op de... Dat er geen muziek speelt op de achtergrond. De reden dat ik niet zing is omdat ik... weg ben uit Swellview. Wat? Ik snap wat jullie denken. Ray is weggerend omdat hij zich schaamt voor gisteren op de Swellview zomermarkt. Ja, dat is wat we denken. Daarom ben ik niet weg. Ik schaam me niet. Ik ben weg omdat... ik kan me niet uit dit probleem vechten. Je hebt het gezien op die markt gisteren. Ik schaam me! Ja, Ray, dat je schaamt. Dus het spijt me, maar... ik kan nooit meer terug naar Swellview. Geloof me, dit is een stuk moeilijker voor mij dan voor jou, mijn ontbijt. Ik moet gaan, doei. Wat moeten wij nu doen? Heeft u een baantje? Je burger die wordt koud.
Ik mag je, Hazel. Het is duidelijk dat jij en ik vrienden worden. Hazel en Ray. Hazel Danger. Ja, ik woon hier nu. Klein vraagje. Waarom komt er rook uit mijn burger? Weet jij nog dat de rammelaar inbrak in de man cave? Vervolgvraagje. Waarom weet je daarvan? Dat is dezelfde soort rook die hij gebruikt om ons in te laten slapen. Was jij daar ook? En of ik er was, dude. We gaan weer naar huis, Ray. Zelfrijdende truck. Dingetje dat Schrotz heeft gebouwd. Dus die truck rijdt vanzelf. Dat is wat zelfrijden betekent. Ik weet wat zelfrijdend betekent. Waarom ben je zo kwaad? Vastgebonden. Ik moet terug naar Swellview. En jij eet al mijn frietjes op. Dat is waar. Ja, weet je wat ook waar is? Zodra we terug zijn in Swellview, zet ik je af en maak ik rechtsomkeert. Die serveerster gaf me bijna een baantje. Die serveerster was ik met een masker. Nou ja. En dan nog iets. Hazel Danger, waar sloeg dat op, gast? Nee, ik wist dat jij het was. Je gaf net toe van niets. Jij was er niet bij, hè? Wat? Ik was er wel. Charlotte. Hallo? Al in de buurt? Het is bijna tijd voor Frankini. Oh nee, ik doe het niet! Ja, we zijn vlakbij en Ray is super enthousiast. Nee, niet waar! Ik ben een draak! Wat doe je? Nee! Bijt je nou in mijn telefoon en gooi hem uit het raam? Dat klopt en dat doe ik ook met jou als je niet omdraait. Wat? Dat doe je nooit. Kom maar! Hallo? Hallo? Rustig! Ga zitten! Ga zitten! Wat is dit ding? Dit is voor het gesprek dat Kid Danger heeft met de burgemeester van Anderstad. Oh, nee. Wat voor gesprek? Is dat vandaag? Hij is gevraagd om superheld te worden. In Anderstad. Ga de geheugenwisser zoeken, Schwartz. Ik hoor het wel als je die baan hebt. Okay. Doei! Oh ja? Luister, ik kan het uitleggen. Dus, hoe lang denk je er al over om bij me weg te gaan? Luister, ik wil echt niet bij je weg, oké? Okay? Ik wil die baan in Anderstad. Waarom staat die kist dan hier? Omdat de burgemeester me maar bleef bellen, oké? Okay? Dus ik dacht dat ik hem beter gewoon kon laten komen, zodat ik nee kon zeggen en daarmee klaar. Ja, oké, okay, ja. Ik zeg, laten we maar kijken dan. Alles uit Anderstad is toch suf. Kid Danger. Anderstad zoekt een superheld en ik dacht aan jou. Dit ziet er niet suf uit. Als eerste, wat dacht je van je eigen de Danger Cave? En je bent nooit eenzaam dankzij je nieuwe huisgenoten, deze cheerleaders. Yay! Die wil naar cheerleaders. Ik weet wel iemand. Kid Danger zijn nieuwe hulpje. Oh, Lil Dynamite! Dag meneer, bent u klaar voor iemand die u volgt en zegt hoe goed u bent? Ik bedoel, ik denk ja! Oké, wow, dat is zo fijn. En fijn dat u het zegt. Hou eens je kleine mond! En tot slot. Wat vind je hiervan, je geheel eigen... standbeeld. Oké, nou is het genoeg. Inderdaad, een standbeeld. Misschien moet je het baantje gewoon nemen, Henry. Wie is Henry? Doei! Volgens mij hij. Waar blijft die geheugenwisser, Schwartz? Ik wil de baan niet. Oh, serieus? Want ik begin te twijfelen aan je liefde voor Swellview. Aan mijn liefde voor Swellview? Meen je dit nou? Nou, ik zie niet echt veel toewijding. Ik blijf een jaar zitten op school vanwege mijn toewijding voor deze baan. Oh, mijn vrienden gaan weg en ik zit hier vast in Swellview om als hulpje levens te redden. Ja, precies! Ik was zo druk met andermans levens dat ik mezelf vergeten ben. Jij hebt gezworen deze stad te verdedigen. Toen was ik 13. Dus? Dus misschien wil ik dat nu niet meer. Ja, want je bent doodsbang dat je vast blijft zitten hier in Swellview met mij. Ja, Ray. Dat klopt. Wie is Ray? Dory! Ik denk die gast.
Waar is die verdraaide geheugenwisser, Schwartz? Ik wil geen hulpje zijn de komende 30 of 40 of 50 jaar. Maar dat was altijd het plan, man. Jij als mijn hulpje en dan neem jij het over als Captain Man als ik met pensioen ga. Nee, ik wil geen Captain Man zijn, oké? Ik wil nooit Captain Man zijn. Ik word nooit of te nimmer Captain Man. Psst, hij staat erbij. Waarom ben je hier dan nog? Dat is een goede vraag. Wat ga je doen? Ik stop. Hey allemaal. Ik ben Henry Hart. En ik was ooit Kate Danger. Oh, en Ray? Wat? Ik ben langer dan jij. Meneer, kunt u me naar huis brengen?